Ik sta hier in een appartement aan de kust. Er zijn al wat werken gebeurd om de ruimte in zijn totaliteit te kunnen benutten, maar we zijn nog niet helemaal klaar. De keuken is er wel al en vandaag gaan we zorgen voor de aankleding van de andere muur met een soort steenstrips. We gaan ook een eettafel maken die erbij hoort en dan gaan we voor de sfeer en de gezelligheid ook de hele ruimte een beetje aankleden, dat alles goed bij elkaar past. Ik heb wat kerstdecoratie gekocht om het gezellig te maken, maar we gaan ook zelf de handen uit de mouwen steken. En als je zelf dingen maakt, dan kan je het natuurlijk heel groots aanpakken. Zo'n grootste ingreep zijn de circusletters die we gaan maken. Circusletters, dat zijn van die enorme verlichte letters die ze vroeger op circustenten plaatsten. We hebben MDF-planken op maat laten zagen en tekenen daar onze letters op af. Voor cirkels en krommen maak je een passer met een schroef, een potlood en een touwtje. Dat lukt wel. Teken ook af waar je de lampen gaat plaatsen. 10 per letter. Als de letters op de plank staan, zaag je ze uit. Je weet hoe dat moet, hè, zo'n hoekje uitzagen? Rechtdoor tot aan het hoekpunt. Even terug. En dan een bocht maken tot aan je tweede lijn. En achteraf het restje weghalen. Zet de klokboor of de gatenzaag, dat kan ook, op je boormachine. We maken de openingen voor de lampen. De afmetingen, die kies je afhankelijk van je lamphouders. Die moeten erdoor passen. Het zagen en boren zorgt voor heel wat stof. Voor we verder gaan, ruimen we toch even het stof op. En ontstof maar grondig, want we gaan verven. Dit zijn de kleuren die we gaan gebruiken. Want wat is nu de bedoeling? We willen voor de circusletters een verweerde look, alsof ze jaren op een tent gestaan hebben en van stad naar stad versleurd werden. Daarom eerst die groene vlekken en dan een ongelijke laag van de goudverf. En om het helemaal af te maken, wat spatten koper. De opstaande randen maken we met hardboard. Die is wat buigzaam en zal zo de rondingen kunnen volgen. De achterzijde spuiten we zwart. En ook dat liever niet te perfect. Als de stroken en de letters droog zijn, kunnen we ze monteren. Je meet de lengte die je nodig hebt en zaagt de strook op maat. En dan met schroeven vast. Het hoeven geen lange schroeven te zijn, maar kies er wel met grote kop. Op alle hoeken brengen we nu brede schilderstijp aan. Dat is een beetje lap- en tapwerk, maar hey, we gaan het voor die verweerde look. Kijk niet op een rimpel of een scheurtje meer. Nog even retoucheren met zwarte verf aan de buitenkant. En goudverf aan de binnenkant en nog een spatje koper. Dan halen we ons lichtsnoer erbij. Och, dat zit altijd in een knoop. Na het ontwarren kan je de fittingen langs de achterzijde door je letter steken.
In iedere fitting komt een kleine bollamp, die draai je er langs de voorzijde in. De fittingen zitten wat ruim in de openingen, dat is onvermijdelijk. Maar met een satéprikker als spie zet je de lampen stevig vast. Gewoon de prikker naast de fitting in de opening en dan afbreken. En daarmee is onze grootste decoratie klaar. It's magic! Maar het hoeft niet zo groot, hè? Ook met een klein restje hout kan je al iets. Dit eindje steigerhout hebben we over van het maken van onze tafel en onze kast. Als we daarmee werken, past onze decoratie helemaal bij het meubilair. We hebben ondertussen een voetje uitgezaagd en zijn nu bezig met de driehoekige vorm. De vorm verraadt het al, we maken een kerstboom. Met de speedboor in het voetstuk en we hebben een opening waar de stam in past. De stam dat is hier nu een stukje rond hout. Dezelfde opening boren we ook aan de onderzijde van onze driehoek. Dan nog de stamlengte inschatten. Die tape rond het rondhout, dat is om splinters te vermijden. Zo, één boom is klaar. Het leukste is als je er een paar maakt of als je combineert met een boompje uit de winkel. En nu de echte boom. Nu ja, echt, het is een nepboom die we gaan versieren. Er zijn natuurlijk heel wat kerstballen om uit te kiezen. Het verstandigst is toch om het kleurpalet een beetje te beperken. Kies bijvoorbeeld één metaalkleur, goud of zilver, en combineer die met één andere kleur, blauw of rood of groen. Breng ook wat natuurlijke elementen in de mix, dat verzacht. Denk dan aan sparappels, hout, takjes, veertjes enzovoort. En die piek. Is dat bij jullie ook zo dat die... Blijven proberen, hè? Komt goed. Veel mensen vinden glazen ballen het mooist. Maar als je het veilig wil, kids en cat-proof zeg maar, er zijn zeker alternatieven. Die leuke en schattige beeldjes, misschien een beetje kitsch, maar voor kerst mag dat. Doe maar over de top. Beter een kerstman te veel dan één te weinig. Voor de winter sleur je er ook nog extra kussens en dekens aan. Extra knus, extra gezellig. En dan is het tijd voor onze pièce de résistance. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
De stekker en het stopcontact steken lijkt nog het moeilijkst van al, maar gelukt! Voilà, de sfeer is helemaal gezet voor de kerstdagen. Maar ik heb wel zin in een kleine après-ski. Geneverke. Aha.